dat er ook nog een toekomst moet zijn voor de mensen op deze aarde. Dat door klimaatverandering er droogte en of juist overstromingen komen, waardoor mensen op de vlucht slaan, waardoor de honger komt, waardoor veel onrust en oorlogen komen al zijn. En ook voor alle dieren die lijden onder klimaatverandering. We weten het al heel lang. Toen ik geboren werd in 1972 werd het rapport van Rome uitgebracht. Sindsdien zijn er wel dingen verbeterd, maar het is zo minimaal dat we echt het nog steeds neemt de koolstofdioxide toe in de atmosfeer. En eigenlijk nemen wij ruimte in van de toekomst, voor de mensen in de toekomst. En de toekomst is dichtbij, want we hebben niet veel, eigenlijk geen tijd meer. Dus daarom wil ik het warm houden, wil ik meedoen zoveel mogelijk wat ik zelf kan doen. Toen ik 18 was heb ik het wel op school gehoord, 1990, klimaat. Maar ik was toen meer bezig met bijvoorbeeld het Amazone die bedreigd wordt, met biodiversiteit. Nou, dat is eigenlijk nog steeds zo, dat ik me zorgen maak om verstening. Ik eet al heel erg lang biologisch. Ik probeer zuinig te zijn met energie. Dus het is eigenlijk wel iets wat ik al heel lang heb.